zaken de Koran, genaamd mijn vriendschap met de Koran. Alhamdulillah, het feit dat wij vandaag allemaal aanwezig zijn, betekent allemaal dat wij of een vriendschap hebben met de Koran, of dat wij een vriendschap willen opbouwen met de Koran. Alhamdulillah, nogmaals welkom, ook aan de aanwezige profazen en Koran. Nog alles gaan dan aan jullie van ons accepteren. Op dit moment is de telefoon niet belangrijk. We zetten het uit of zetten op stil. En mocht u met die telefoon willen praten, of mocht u met elkaar willen praten, is mijn ieder bezoek dan alsjeblieft op de gang. En niet tijdens de werk. Zoals ik al zei, er wordt niet gegeten en gedronken tijdens de mesjid. Tijdens de pauze, er is een quiz, dat is tijd onze pauze. Iedereen blijft rustig zitten. Jullie zijn alhamdulillah vandaag gast in ons huis van alles maanden van de Zit Noord-Islam. Er wordt zover wij kunnen, zullen we proberen zo goed mogelijk voor jullie te zorgen. Dus blijf gewoon zitten, blijf genieten van de Koran. Tijdens de quiz zal er water worden uitgedeeld, zullen er hapjes worden uitgedeeld. Zodat jullie niet alleen spirituele voeding krijgen, maar ook lichamelijke voeding een beetje kunnen nuttigen. De liefde, als eerste de liefde die ik voor de Koran heb ontwikkeld, is vanwege de liefde die ik heb voor Allah subhanahu wa ta'ala en onze geliefde Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Maar de vraag is, hoe is deze liefde ontstaan? En ik denk, voor kinderen is het belangrijk, ik denk wel voor 80% dat deze liefde wordt ontwikkeld vanuit huis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
وكان الله بكل شيء عليما. يا أبت لا تعبد الشيطان
ربي عسى ألا أكون عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا En de beste manier is de weg van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dus we zien, als we willen praten, dat is ook hoe de Sahaba radhiyallahu anhu leefden. Zij gingen van een keer een hadith tegen, dat de Hazrat Ali radhiyallahu anhu alleen maar Koran ging reciteren, continu Koran ging reciteren. En hij was net klaar met iets, of een gesprek, of iets wat hij deed, en hij ging verder met Koran reciteren. Hun leven was Koran. En als je kijkt naar wat Aisha radhiyallahu anha zei, toen ze werd gevraagd, maar ja, Aisha, ook geliefde vrouw van de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beschrijf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam voor ons. Dan zei ze, kana khuluqun nabi al-Qur'an. De hele akhlaq, de hele manier van Profeet sallallahu alaihi wasallam is de Qur'an. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى eerste paar maanden dat ik daar kon studeren. Dus alhamdulillah, wat ik hiermee wil geven is, wanneer de wil ervoor is, wanneer iemand echt wil studeren, wanneer iemand echt het hart open heeft om de Koran te studeren, Allah subhanahu maakt deuren open. Alhamdulillah, geloof me, Allah subhanahu maakt de deuren open. Het maakt niet uit hoe oud je bent, het maakt niet uit hoe moeilijk je hebt, het maakt niet uit hoe arm je bent, het maakt niet uit hoe gezond of ongezond je bent. Als jij de liefde voor de Koran hebt, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala zal de deuren voor je openen. Om het nog makkelijker voor je te maken. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تقوم الله وانتم
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا وأكبر منك يا رسول
كأنك يا حبيب الله قد خلقت كما تشاء. وعلم ويبقى إذا مست أيادي